rooster in Utrecht en ik ga je lesgeven aan 5VWO. Super vet om hier te mogen lesgeven. De rest van het schooljaar aan 5VWO, dus ik ben benieuwd. Loop mee, dan gaan we kijken naar het stadsklooster in Lombok. Dit is echt... Lokaal A. Ja, nu dus in het stadsklooster, zoals je ziet. Het is wel raar lesgeven, want je ziet hier drie lokalen. Bij de ingang zat ik. En dit is een lokaal, maar het is wel allemaal één grote ruimte. Dus dat is wel een beetje raar. En het galmt hier ontzettend. Dus we hadden wel last van elkaar. Maar het is ook wel bijzonder. Het is bijzonder om zo op deze manier les te geven. Toch alweer een voordeel. Ik kan je even laten zien. Het is niet bepaald warm. Het is 14 graden. Maar ja, als je maar hard genoeg werkt aan scheikunde, dan krijg je het natuurlijk sowieso super warm. Er werd heel veel piano gespeeld tussen de lessen door. Er staat hier een piano. Het is echt wel lachen om hier in het stadsklooster te staan. Het is het hele gezellige plaatjes van de kruisiging. Dus dit was Mark in het stadsklooster in Utrecht. Voor het altaar. Dat is ook wel mooi, hè? Dit is Mark vanuit het stadsklooster in Utrecht. Met een thermospeler en een warme thee om hem warm te houden. En zonder bescheidenis van 5 VWO. In Utrecht. Hey dan. Fijne coronatijd.